Goedemorgen. We beginnen natuurlijk met de beste wensen voor dit jaar. Hopelijk wordt het een mooi weerjaar met veel variatie. Variatie hebben we vandaag ook al een beetje, want wolken en zon wisselen elkaar af en er valt slechts een enkele bui. Geen slecht weer dus, prima weer om even een lekkere wandeling te maken. Temperaturen zo'n 6 tot 8 graden, vanochtend nog een stevige wind, maar vanmiddag neemt die af. Vanmiddag vooral in het zuiden wel paraplu meenemen, daar vallen vanochtend ook al de meeste buien. Maar vanmiddag gaat het wat langere tijd regenen en in de avond breidt die regen zich ook naar het midden en oosten van het land uit. In het noordwesten en noorden blijft het zo goed als droog. Temperaturen vanavond rond de 5 graden en de wind is dan afgenomen naar 4 à 5 bevoor. Morgen in de ochtend opnieuw grotendeels droog weer met van tijd tot tijd zonneschijn. In de middag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag gaat het vanuit het westen en zuiden weer regenen. Dus morgenavond is het vooral weer nat. Woensdag eerst nat, later zon, maar ook veel wind. Langs de noordkust is er zelfs kans op storm. Een onstuimige dag dus. Donderdag en vrijdag hebben we de paraplu ook nodig, maar ook op die dagen geen grijs weer, ook van tijd tot tijd zon. Temperaturen blijven zacht. Met Michiel Severin van Weerplaza.